Yo mensen, welkom terug in deze nieuwe video. En in deze video speel ik Counter-Strike Global Offensive. Ik kan aan mijn schermen kijken, want anders komt dat niet goed natuurlijk. En ik geef jullie van harte welkom in deze video. In deze video speel ik CSGO Deathmatch, omdat ik de laatste tijd best veel Battlefront heb gespeeld. Dacht ik, misschien moet ik nooit een ander spel spelen, want... Ja, ik ga vandaag wel een beetje vertellen hoe mijn examenperiode is gedaan. Die typical video's kent wel, maar toch ga ik het doen. Het één examen was zo wat Het één examen was al beter gaan als het ander, want mijn Frans was niet geweldig gegaan. Dat zal je ook op mijn rapport zien, denk ik. Dus ik heb nu een AUG. En ik weet zelf ook niet hoe het komt dat mijn Frans niet zo goed was gegaan. Oh my god, ik wou die gewoon lekker headshotten, maar nope. Zit er een flik. Zo. Oh. Fucking camperke, ja. Ah, karma bitch. Oh fuck. Fuck you. Was nipt. Dus laat me nu eens uitspreken. Dus mijn Frans examen ging een beetje zo wat leren. Leren voor Frans zeker of zo? Ik weet het niet. Dat is de bedoeling, hè. Gebuist. Dus jullie hebben net gezien hoe dat ging. En misschien heeft dat ook wel een rol waardoor mijn Frans examen misschien niet zo goed is gegaan. Fuck you, man. Maar voor de rest waren mijn andere examens wel oké gegaan. Dat hoop ik. Oké. Maar dus zoals ik al zei, ik hoorde mijn andere examens een beetje oké zijn gegaan. Ik denk het wel. Want sommige ben ik wel zeker dat je erdoor bent. Maar van andere examens kun je dat natuurlijk niet zo makkelijk inschatten. Maar wat ik jullie vandaag ook wil vertellen is dat ik naar de nieuwe Star Wars film ga zien. De Force Awakens, die ga ik straks zien. Samen met een vriend van mij. Hashtag squad, je weet zelf. Oh. Maar dus ik ga dus vandaag zien naar de nieuwe Star Wars film. Dat was wel hard voor die eerst. En ik heb er wel. Oh, ik heb er dus wel veel zin in. Hier. En ik heb er veel zin in. Het is blijkbaar een goede film. Ik weet het niet. Maar mensen zeggen dus dat het een goede film is. En ik weet het dat ik redelijk lang niet heb geüpload, maar de examens spelen er ook wel een rol in. Ik heb ook niet altijd zin om op te nemen. Ik moet nooit bewerken, maar er komt deze week nog een Terraria video online en een Resident Evil aflevering. Die ik echt zo 2 maanden geleden of zo heb gerecord met kanaal. Die ga red fucking camper, man, ik zweer het. Maar ik hoop dat jullie examens ook een beetje zijn gegaan. Want ja, dat is gewoon, ik hoop dat gewoon voor jullie, want... Het is gewoon niet leuk om slechte examens te hebben, maar je moet er natuurlijk ook wel wat voor doen. Of als je in misschien een makkelijke richting zit, misschien niet. Maar je weet wat ik bedoel. Je moet er gewoon iets voor doen en ja, that's it, man. En... Fuck. Sorry. Dat ik even te kompas, dan zeg je me zeg maar beschadigd. En ik heb ook de 150 abonnees gehaald. Wel bijna in een jaar tijd, maar dat maakt mij niet uit hoe lang ik erover doe. Ik vind het gewoon leuk om... Het is niet echt een mijlpaal, maar het is toch... Ja... Ik weet dat niet. Leuk of zo, weet ik veel. Ja, dat is. En wat gaan jullie nog doen vandaag? Wat gaan jullie allemaal doen de kerstvakantie? Ik ga gewoon helemaal niks doen. Maar ook echt helemaal niks. Want ja, ik heb geen leven. En ja, dat is het. Ik heb geen sociaal leven of zo, what the fuck. Ik ben net... Oh, ik ben dood. Oh my. 2 keer geluk gehad door die gast. Thanks, teammate. Ah, jezus, ik word heel zijn rug gepakt. Wat je... Oeh. Oh my god, ik had een op. Nee, ik wil terug een op. Oh, legas, fuck you. Ah, het potje is zo gedaan. Ik kon nog een revolver kill hebben. Ja, kom aan, laat er nog iemand zijn. Nope. Nee, droppen. Oh, 2 prestaties. Wow. Oh. Ja, yeah, misschien krijg ik wel iets. Ja? Nee? Dag.